Hey Ricardo, aangenaam. Ja, zeker, eens gelijks. Jij hebt ook wel meegenomen. Ja, zeker, zeker. Ik heb ook wat voor jou meegenomen. Nou, wat lief. Even kijken. Groen geel onder elkaar dat aangekomen. Aha. Nou, leuk, dankjewel. Ziet er wel mooi uit, hè? Oh, nou, dank je. Ja, jij ook. Hahaha. Is een geintje. Maar verder qua sport of zo doe je... Op mijn werk sport ik veel. Wat doe je voor werk eigenlijk? Ik werk in de zorg. Echt? Ja, dus ik loop heel veel. Dus in principe is dat mijn sport. Gewoon oude mannen wassen en zo. Nee. Ja. Nou ja, die moet je er ook bij hebben. Ja. Die moet je ook even hebben. Dementerende ouderen, dus... Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja. En jij? Ik ben schilder van mijn beroep. Ze zeggen wel eens dat ik de zingende schilder ben, omdat ik vaak zing. Maar hoe zit je in de toekomst een beetje? Wil je ook kinderen? Meer dan één? Twee, ja. Eigenlijk een jongen en een meisje. Ja. Tenminste, ik Precies. wil een jongen en een meisje. Ja, ik ook. En dan wel eerst een jongen. Ja, dan heb ik het liefst eerst een jongen, ja. En dan uiteindelijk broer, hè? Ja, kan ik er altijd op blijven letten, van hey. Pas je op. Nee, maar dat zal wel de grootste droom voor mij zijn. Dus eigenlijk morgen wil ik al kinderen. Nee. Nee, dat is het ook weer niet hoor. Maar nou, dat lijkt me wel leuk. Hoe snel deel jij het bed met iemand? Ja, vanavond al. Nee. Ja, in principe. Ligt eraan hoe je het bekijkt, hè? Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd uit je vorige relaties? Zo. Minder snel mensen vertrouwen, denk ik dan. Mm-hmm. Ja, maar ja, dat is eigenlijk niet eerlijk, weet je wel. Want niet iedereen is hetzelfde. Nee, maar dat betekent wel dat je iemand te snel hebt vertrouwd. Dat denk ik. Dat kan toch? Ja, precies. Nog eentje? Ja, is goed. Wat zijn jouw drie beste kwaliteiten? Wat een moeilijke vraag. Mijn kwaliteit is echt luisteren. Mm-hmm. Waarom lag je daar nou bij? Ik vind dat je goed luistert. Ik hou wel van luisteren. En ik kan heel goed masseren. Oké. Ja. Zal ik de eerste vraag pakken? Ja hoor. Oh, gelijk ook weer. Ja. Waarvan ga jij blozen? Ja, als iemand mij eigenlijk te veel complimenten geeft eigenlijk. Dat vind ik wel... Of als iemand me te lang aan blijft kijken, dan begin ik ook wel een beetje blozen. Op een goede manier hoor, want je moet niet te lang naar me kijken. Oh jee. En nou, vertel me, waarvan ga je blozen? Ik denk ook wel als mensen heel veel complimentjes geven en zo. Dat wat ik niet gewend ben, zeg maar. Nee, je zou best wel veel complimentjes krijgen, denk ik. Ja. Ja. Denk het wel. Vind je een moeilijke vraag. Vind jij dat het binnen een relatie niet meer toegestaan is om jezelf te plezieren? Leg uit. Ik vind het best wel vaag als je samen gewoon het ook samen kan doen. Ja, maar ja, stel dat je vriendin heel laag libido heeft. Heb je laag libido? Nee, maar je zegt stel okay, dat... Oké. Ik schrok me weer op. Ja. Oh, paniek, nee. Nee. Laat me blozen, pas op. Ja. Wat is een compliment? Compliment. Heb je trouwens kleine handjes? Kom eens. Mini vingers. Dan valt hij wat groter in, hè? Ja. Maar hoe vind jij het tot nu toe eigenlijk gaat? Nou, goed. Ja? Ja, en jij? Ja, ik niet. Ik ben echt positief verrast. Zo'n kopje kan je ook bijna niet zeggen dat het vervelend is of zo. Om een beetje zitten. Nou, wat lief. Ah, joh. Anders het past maar niet. Ben je niet zo, hoor. Hij moet wel in het mondje passen, hè? Dat je ze klein maakt. Ja. Vervelend. Maar eet ze. Ja, jij ook. Dankjewel. Maar ze willen trouwen. Ja. Ja. Ik denk dat een jurkje ook wel heel mooi staat. Nee. Ik ga in een broek hoor. Ik weet niet waar het is. Ik kan gewoon op mijn sloffen. Ja, zo mijn uks. Ben je echt jaloers aangelegd? Nou ja, wat voor jou is, is van jou.
Dat is normaal als man zijn. Je moet wel natuurlijk laten blijken van, hè, dit is wel voor mij. Maar je moet natuurlijk niet de vrouw zien als product. Nee, maar bijvoorbeeld, kijk, weet je, ik heb bijvoorbeeld... wel mannelijke vrienden. Zou je daar dan moeite mee hebben als je meid een mannelijke vrienden hebt? Je moet bijvoorbeeld wel een beetje kunnen begrijpen dat als ik als man zijn bijvoorbeeld echt van je begint te houden en echt met je samen gaat wonen en zo. Mm-hmm. En ik krijg dan ineens allemaal mannen over de vloer die voor jou komen. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij vaag om te zeggen van, nou, dat geeft mij een goed gevoel. Dat doet het totaal niet. Heel veel mensen zullen dat ook niet geloven of zo, maar bijvoorbeeld, ik zal bijvoorbeeld nooit van mijn leven vreemd kunnen gaan. Ik zal nooit meer bij mezelf de ene avond vreemd kunnen gaan en daarna gewoon in bed liggen bij mijn eigen meid. Nee, dat betekent dat er gewoon iets niet goed zit en dan moet je dat eerst afhandelen. Met de ruggen tegen elkaar aan zitten en geef elkaar om de beurt een compliment. Oké, kom maar. Ik vind dat jouw rug heel lekker aanvoelt. Ja, dat vind ik van die van jou ook. Ja? Ja. En ik vind je mooier dan de meeste vrouwen die ik heb gezien eigenlijk. Nou, wat lief. Nou, graag gedaan. Hetzelfde voor jou, alleen dan in mannenvorm en niet... Oh, echt? Ik vind dat ook wel lief. Lekker ding weer. Oh. Bedenk een creatieve manier... om ik hou van jou te zeggen. Dat is een groot woord, hoor. Groot woord. Ik hou van. Weet je het niet? Nee. Ik zie u graag. Oh, ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja. Waar ben jij onzeker over? Lichaam. Maar dat is ontstaan door dat ik altijd gepest ben vroeger. Dus dan hou je dat toch altijd... Hou je dat... bij je. Hoezo ben je gepest gesproken? Ik was mollig. Ja? Ja, ik was gewoon mollig. En gewoon ook soms werd ik gewoon opgewacht en zo naar school en zo. Mm-hmm. Puur omdat ik dan geen vrienden had. En, ja, gewoon was anders. Wat doe je? Nee. Kan toch? Ja. Waarom vind je er nou een beetje tussen ons gaan? Ja, goed. Ja? Ja. Voel je je steeds meer prettiger bij me? Ja, wel. Voel jij al spanning tussen ons? Ja. Maar dat is wat ik voel, hè? Ik weet niet wat jij voelt. Ja, wel ook wel. Ja? Wat voor spanning? Ja, wel goede. Goede spanning. Ja, goede spanning. Je denkt van, oh shit. Smaak. Zo beloofd dit niet te doen, hè? Oh, echt? Oh, sorry. Nee, dat maakt niet uit. Zo. Oh, dat ziet er... Ja. Leuk. Nou, ik ga het gewoon zeggen. Ik heb mijn onderbroek bij me. Oh, dat vind ik zo erg. Ik vind dat echt heel erg. Ik vind dat echt heel erg. Oh. Zeg, dat is wel lekker, hè? Ja. Ja! Ja. Gelukt! Lang leven de liefde is vrij.